Een heel goede dag. De herfstbladeren brachten vandaag enige kleur aan deze grijze en kille dag. Op sommige plaatsen viel er wat lichte regen of motregen. Maar het was niet overal even grijs. In Limburg hebben ze vaak de zon gezien. Vanuit de lucht kunnen we diezelfde verdeling ook goed zien. Limburg ligt er mooi bij in het zonnetje. Maar in heel Nederland was het overwegend bewolkt en sommige plaatsen ook miserig. De verschillen worden geleidelijk aan gelijk getrokken, want het hoge drukgebied verdwijnt van de weerkaart. Er komt een storing onze kant op en die bereikt ons morgen in de loop van de dag. En ook een lage drukgebied gaat het weer tijdelijk even bepalen. En dat lage drukgebied trekt op zaterdag voorbij. Maar voor de komende avond en nacht zijn er nog verschillen in ons land aanwezig. Met name in het noorden en het westen is het overwegend bewolkt en daar koelt het niet verder af dan 5 tot 7 graden. Lokaal kan er een spatje motregen vallen. Vooral in het zuidoosten zijn er opklaringen, kan er plaatselijk mist ontstaan. En met name in Limburg is kans op een graadje vorst. Morgen komt er plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt snel. Verder is er een mix van zon en wolken. De bewolking neemt in de loop van de dag van het westen uit toe, maar ik verwacht dat het tot de avond op veel plaatsen droog zal zijn. De temperatuur loopt in de middag uiteen van 9 graden in het noorden tot zo'n 11 in het zuiden. En door een aantrekkende wind vanuit het zuiden voelt het allemaal frisser aan dan de afgelopen dagen. Komend weekend is het nogal veranderlijk. Zeker op de zaterdag kunnen verspreid een aantal buien voorkomen. Later op de zaterdag knapt het op. Het wordt 12 graden bij een matige wind vanuit het zuiden. Daarna hebben we een paar droge dagen, wel met overwegend veel bewolking. En u ziet het al, de temperatuur gaat geleidelijk aan omlaag, richting de 8 graden. Dus volgende week heb je je handschoenen wel nodig. Ik wens u een fijne dag.